Oh, het is een zombie. Oh shit! Waar komt die nou vandaan? Snel, hey. Nice. Wauw, handig wapen. Holy shit, dat scheelde niks. De zombies go, of de walkers komen. We gaan verder. En ik hoop dat we niet doodgaan, want dat zou niet chill zijn. By the way, welkom bij The Walking Dead part. Hoeveel? 22. We gaan gewoon verder. Wat? Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Oh, wat? Please. Kom op, het is een kind. Help ons. Come on, make it fast. Oké, snel. Snel. Heel snel. Heel snel. Heel snel. En niet laten vallen. Kenny, gast. Snel, snel, wat gebeurt er? Snel, 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 snel. Duw, rennen. Dude. Oh shit. Oh, I'm so fucked. Come on, Lee. Get your ass out of there. Oh, snel naar beneden, God, can't get it open. Snel. Here, use that to pry it open. En heel snel. Fuck my life, jongen. Snel, jongen. Tering. Oké, fucking. En erin. Holy shit, dat scheelde geen fuck. Holy shit. Dat scheelde echt geen fuck. Wauw. Die is dood. Hoop ik. Vallen we... Can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Oh shit, waar de fuck zijn we? Shit, man. Shit. Ja, precies dat. Oké. Nou, daar zitten we dan. In het riool. Waar we altijd eindigen. Wat is dit? Build solid. Build solid. That's shit. Waar kunnen we heen? Deze kant op? Waar gaat het heen houden? Waar gaat het überhaupt heen? Oh kijk, we kunnen nog dieper. Maar moeten we dieper gaan of niet? Nou ja, ik denk dat het onze enige weg is. Niet uitglijden. Daar zie ik hem echt voor aan dat hij uitglijdt. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Hij glijdt altijd uit. Dat is het punt. Hé, wat ligt daar? Dat is een dode rat. Kan ik ze oppakken? Is dat handig? Ain't touching that. Last thing I need is some god-awful disease. Ik wou net zeggen, waarom zou ik het moeten oppakken, maar... Het was een optie, dus ik dacht, ik klik er maar op. Kan het open? Nee, die zit flink vast. Oh, damn, waarom zit alles nou weer vast? Wat is dit? Een pipe. Een pijp. Leuk, een pijpje. It's a drainage pipe. Wat heb ik daaraan? Nog een dode rat daar. Wie is dat? Daarachter zit iemand. Enter the passageway. Snel, 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 snel. Oeh, dat scheelt ook weinig. Turn left. Weet ik veel. Won't turn anymore in that direction. Naar andere kant dan. Wat doet dat? Want dan gaat die andere. Die pijp gaat daar werken of zo. En al die zombies gaan daarheen. Die gaan echt alleen maar op geluid af. Seems loose. Shit. God damn it. Dank je.
Hoe kan ik die walker wegkrijgen? Wat kan ik hier doen? Kan ik hem niet de andere kant op draaien? Want ik moet wel wat kunnen doen. Want ja. Doe hem er eens op. Gaan we de andere kant op. Die kant. Even terugdraaien. Dan gaat hij weer weg. Is deze dan weg? Ik neem die maar mee voor de zekerheid. Is deze zombie ook weg? Nope, die staat er nog. Moet ik hem weer draaien of moet ik wat anders doen? Want ik weet het niet. Oké, ik draai nog één keer. Wacht, wat, kan ik hier wat doen überhaupt? Oh, ik neem hem wel even mee voor de zekerheid. Ik weet het niet. Weet me nooit, hè. Pak hem. En snel. Oh shit. Kom op. Dat ding werkt niet mee. Oh, dit is dat ding. Maar nu ben je in de andere kant. Nice. Nu zijn we hier weer. Wat gezellig. Nice. Hoppa. Oké, voorzichtig. Want er staat er een zombie. Er staat er heel erg te chillen. Oké, nu kunnen we dat ding hier aan doen. En nu kunnen we... Ik heb geen idee wat er dan gebeurt. Maar oké, we kunnen het doen. Oké. En we draaien hem naar links. En dat kan dan weer niet waarschijnlijk. Nope. Don't turn anymore in that direction. Andere kant dan. Ook goed. Wat doet het? Oh shit, oké, weg daar. Snel daarin. En snel, we moeten naar de overkant. Want er staat een wijf. Iemand. Kom op. Sneller. Dit is al lang. Het is al langzaam, zeg. Waren dat ze? Mooi. Kunnen wij vooruit. Zakjes. Snel, snel, snel. Oké, nou, mooi. Oh nee, dat is. Oh my god. Chuck. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. Dat is Chuck. No. No bullets. He must have saved the last one for himself. Arme Chuck. You deserve better, old man. Ja. Arme Chuck. Maar wie is dat? Is dat een zombie? Oh, het is een zombie. Oh shit! Waar komt die nou vandaan? Snel, hey. Nice. Wauw. Handig wapen. Holy shit, dat scheelde niks. Kut zombie. Zo, en toen waren we hier. Wat is dit? Een laddertje. No way I could pick that up on my own. Dat is een klein laddertje, man. Kan dit open? I'm not gonna be able to pry these bars with this. Shit, man. Is hier een iets of zo dat we omhoog kunnen of zo? Iets. It's just a sign. Boeien. Kan ik dat halen? Oh shit. What the hell? Huh? Er zit wat achter. Haal het eens even weg. Wat is dit? Wat is dit? Ga er eens in. Ik ben heel benieuwd wat het is. What the fuck mijn haar. Ah, het is Chuck. Arme Chuck. Ik vind het wel zielig voor Chuck. Was een toffe peer. Hij was wijs. Was een wijze oude man. The hell? Fallout server. Waar zijn we? Waar de fuck zijn we? Zo'n nuclear fallout shelters. Serieus? Holy shit. Hier bedden. Holy shit voor eten. Dat denk ik wel. Check al dat eten, man. Holy shit.
Een deur. Dat eten boeit me niet, dat Boe. What the actual fuck? Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. Ik ben niet around here. Ik ben hier niet van. I'm from Athens. Grew up in Macon. Ik ben niet ver. Ik kom niet ver van. I had a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? Pretty. Best one. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. Doe niet, alsjeblieft. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look, I don't want to do this. Let's talk, okay? Just what's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. Now, I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't come any closer, or I'll shoot. Rustig. Ik wil geen probleem. Ik wil alleen Let's just weg. Talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Ik schiet niet. Relax. I'm not here to hurt you. Zo, rustig maar. Poeh. You're really not from Crawford? Nee. No. I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. Really? That wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. Holy shit. This old basement's been abandoned for years. What is this? The morgue? Zou je wel denken, hè? Tering. Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? Een trein. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. You were honest. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Anders wel handig. Can you like show me the way maze. Back? Ik ken Any het niet. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Rustig maar. Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No, maar... She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned. Ja, dat is echt gewoon dat je je dochter verliest. Let that happen to someone else. Het is echt gewoon. We need you here. Don't worry. Ik breng hem veilig terug. Of nee, hij komt veilig terug, hoop ik. Hoop ik voor hem. Knuffeltje erbij. Super. Handje geven. Help me, alsjeblieft. Ik moet hier weg. Komt goed. Komt echt, zo, echt wel goed. Komt echt wel goed, geloof me. Phew, zo. Liep toch nog goed af. Wow, en ineens waren we hier. Clementine? Clem? Zijn ze er nog niet? Oh. Molly? Oh, hey, you made it back. Yeah. Hoi. This is Molly. He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Lekker beledigend. Where's Clementine?
She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Ja, dat kan je dubbel zo terugkrijgen. I think you have something that belongs to me. Ja, rustig maar. Je kan het terugkrijgen. Hier. Zo. Arrogante bitch. Ja, dankbaar. Ja, zie je, die man die kijkt ook al zo schil naar hem, naar haar. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? Wat is er? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. Oh shit, wat is er met Omid? Oh ja, hij had zijn been, hè? Who's this? A doctor. This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? Alsjeblieft. You have to help us. Please. Alsjeblieft. Zielig kijken. I'll see what I can do. Take me to him. Oh, dank je. Holy shit. Please. Echt, die Omid zit echt in de panarie. Maar hoe slecht het met hem gaat, gaan we de volgende keer bekijken. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze part. Vond je hem leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Wil je meer Walking Dead video zien? Klik dan op abonneer hier beneden. En vond je hem maar zo leuk? Kun je altijd nog delen met je vrienden. Mensen, bedankt voor het kijken. En later.